Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie de velproducten zien van januari en februari. En ik kan je heel eerlijk zeggen, hier zitten producten bij waarvan ik een hele hoge verwachting had. En die viel ik dan zo tegen dat ik gewoon echt letterlijk heel teleurgesteld was. Er zitten ook best wel veel oogschaduwpalettes bij. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten er voor mij heel erg tegen vielen en waarom ik ze niet fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Laat ik dan ook maar gewoon gelijk beginnen met een oogschaduwpalette. En dit is het Revolution palette. Dit is het Shadow palette, het Flawless Matte palette. Het doosje ziet er fantastisch uit als je hem zo ziet. Ik vind de kleur heel mooi die hier gekozen is. En op de achterkant zie je de kleuren ook staan die erin zitten. Hartstikke leuk. Is het ook altijd even spannend welke kleur paletten zit erin. En toen haalde ik het paletten eruit. Toen was ik al een klein beetje teleurgesteld, want hij is glimmend. En ik had zelf bij een mat palet, of bij een mat oogschaduwpalet, ook voor een matte buitenkant gekozen en geen glimmende. Ik had het nog leuker gevonden zelfs als hij de kleur van het doosje had gehad. Maar blijkbaar kiezen ze toch sneller voor deze kleur. Dus dat was een kleine tegenvaller. In dit palet zitten 32 oogschaduwkleuren en ze zijn dus allemaal mat. Nou, dan open ik het palet. Allereerst heb je dan, die haal ik er eventjes uit, ook een blaadje waar de namen op staan van de kleuren. Dit vind ik zelf altijd wel een hele fijne extra als een palet dit heeft, want dit vind ik ook makkelijk met reviews om te schrijven van welke kleur ik heb gebruikt. Dus die zit er wel op. Dan heb je hier een hele grote spiegel erin zitten. En dan zijn dit de kleuren. Ik vond de kleuren qua pigment gewoon heel matig. Ik vind de kleuren ook niet heel spectaculair. Je zou denken, je kunt met 32 kleuren ook verschillende looks maken. Maar omdat het pigment van de oogschaduw gewoon echt best wel slecht was, kon ik er niet zo heel veel mee. Ik vind ook de kleuren niet heel bijzonder. Ik vind ze vrij basic. Ik vind toch dat Revolution best wel vaak voor dezelfde oogschaduwkleuren gaat in een palet. En dan denk ik, joh, er zijn zoveel verschillende kleuren. Kom met iets nieuws. Ik ga even een paar kleuren voor je swatchen, zodat je een beetje het idee krijgt van de pigmentatie. Dit is het. Je ziet de donkere kleuren, zie je wel iets. Dit zijn lichte kleuren, maar dat is het ook. Je ziet gewoon echt dat de pigmentatie heel slecht is. En ik vind dat toch best wel een tegenvaller, want de paletten zijn niet de allergoedkoopste. Het zijn ook niet de duurste paletten, maar ze zijn toch redelijk wat duurder. En dan denk je 32 kleuren, daar kun je heel veel mee doen. Maar bij dit paletten kon het gewoon niet, omdat het pigment gewoon heel slecht was. Ja, daar heb ik me wel echt in verkeken. Dus dit paletten zou ik ook zeker niet aanraden. En ja, wat ik zeg, ze kiezen gewoon best wel vaak voor dezelfde kleuren. En dat is best wel jammer. Dus dat is het Flawless Matte paletten van Revolution. Dan gaan we door naar een fixing spray. En deze komt uit de Momo collectie van Monica Geuze en Danique Blessers. En deze heb ik ook uitgebreid getest in een video. Ik zal de link nog even in de beschrijving zetten. Dit is de matte setting spray. En ja, de setting spray is heel geparfumeerd. Hij heeft dus wel, het lijkt een heel basic kopje wat erop zit. Maar hij is best wel geparfumeerd. En ik ging de spray opsprayen. Nou, je hebt het kunnen zien in de video. Het leek alsof ik in een regenbui had gelopen. Deze spray is zo nat. Ik had dit nog niet eerder meegemaakt bij een setting spray, dus dit vond ik echt wel een hele grote flop. En ik dacht echt van ja, dit is zo jammer, want ik snap niet, ik denk niet dat mensen zijn die dit fijn vinden. Ik snap niet hoe je dit fijn kunt vinden. Er zit ook best wel veel alcohol in. Hij is ook best wel geparfumeerd. Je moest hem ook nog in een X- en een T-vorm sprayen. Nou, voordat dit droog was, het duurde gewoon te lang. Dus nee, deze spray die was echt vreselijk. Ik snap nog steeds niet hoe ze dit hebben kunnen uitbrengen en dan kunnen aanprijzen, want ik vond het zo vreselijk. Dan heb ik hier Style Your Brows eyebrow stencils en dat zijn deze. Deze zijn van Essence en hier zitten 3 stencils in. Ik ga ze er eventjes uithalen.
Hij heet 01 Eyebrows on Fleek. En hier zaten dus allemaal van deze dingetjes in. Ik heb ze hier voor smalle wenkbrauwen. Dan heb ik ze hier voor regular wenkbrauwen. En voor full wenkbrauwen. Dit zijn dus van deze stencils. En die leg je over je wenkbrauw heen. Dus je moet even kijken welke past bij je wenkbrauw. En daar kun je dus je wenkbrauw mee gaan vullen. Nou, ik vond het gewoon te veel werk. Weet je, je legt zo'n stencil op je wenkbrauw. Nou, dat moet je nog vasthouden. En dan moet je daar heel precies tussen zo met je kwastje gaan werken. Ja, ik vind dat gewoon niks. Weet je, voor mij, ik ben inmiddels ook zo beheven in het doen van mijn wenkbrauwen. Dat ik dat eigenlijk ook helemaal niet meer nodig heb. Maar ik had het nog liggen. Ik vond het wel leuk om te testen. Maar nee, ik vind het niet echt fantastisch. Dus nee, deze waren voor mij niet echt, echt een topper, zeg maar. Dan heb ik hier de Eyebrow Pen. Dit is een semi-permanente wenkbrauwpen van Essence. Ik heb hem in de 03 Medium Brow. Dat is deze pen. En ja, deze zou dus semi-permanent zijn, waardoor je wenkbrauwen er dagen mooi uit zou moeten blijven zien. Nou, hij heeft dus van die dit soort... Het is gewoon eigenlijk een kwastje met een soort van haartjes, waarmee je dus je wenkbrauwen kunt invullen. Ik vond dit werkelijk waar echt verschrikkelijk. Ik vind dit niet echt goed tot zijn recht komen. Je kunt er best wel wat streepjes mee zetten. Het is ook echt de bedoeling dat je eigenlijk een soort van kleine haartjes tekent. Maar ik vind het zelf gewoon niet werken. Ik snap niet dat er mensen zijn die dit fijn vinden om mee te werken. En dat is gelukkig een verschil van mening. Maar ik vind, er kwam ook heel weinig kleur van af. Dus je zag eigenlijk bijna niet dat ik wat aan mijn wenkbrauwen had gedaan. Waardoor ik er daarna alsnog mijn poedertje overheen moest gaan. Ik denk, ja, dan heeft het ook niet echt heel veel zin. Hij is ook zeker niet semi-permanent. Want je veegt het gewoon ook heel makkelijk van je wenkbrauwen af. Dus nee, die eyebrowpen die was ook zeker geen succes als je het mij vraagt. Dan heb ik een lip product. En dit is een metallic full hashtag color sensational. En dit is een product van Maybelline. Deze komt bij de Action vandaan. Mocht je mijn favoriete video van februari hebben gezien, dan heb je kunnen zien dat ik daar ook al twee kleuren liet zien die ik heel mooi vond. Maar deze, die is blauw. En dat zag ik dus niet zo heel goed terug op de verpakking. Ze hebben ook geen naam, dus je kunt het er ook niet uit opmaken. Ik dacht eerlijk gezegd dat die een beetje zilver was. Kan ook komen door de door het licht in de winkel, dat hij daarom zilver leek. Het is dus een product met een metallic finish, maar hij droogt wel mat op. Dit is het applicatortje. En dan is dit de kleur. Je ziet zo niet eens heel goed dat hij blauw is. Op mijn lippen zag ik heel goed dat hij blauw was en ik schrok me gewoon werkelijk waar helemaal rot. Ik dacht echt, nee. Ik zie mezelf gewoon geen blauwe lipstick, lipstick dragen, lipfolie in dit geval. Ik dacht echt van, nou, ik had gewoon echt gedacht dat het een andere kleur was. Maar nee, blauw, dat is gewoon niet mijn ding. Het is misschien, ja, misschien leuk voor als je een verkleedfeestje hebt, dat je misschien als Gothic wilt gaan. Of, ja, ik weet het niet, maar nee, om gewoon zo te dragen zeg ik absoluut een no-go voor mij. Dus geen aanrader. Dan heb ik van het kruidvatmerk de Oil Blend Glow Primer. En dat is deze primer. Deze heet de Beyond Gold ook. Dit is een licht reflecterende make-up basis. En deze zou de... dit is een verhelderende primer op oliebasis. Deze zou het licht vangen en weerspiegelen. En je zou een mooie, egale en natuurlijke stralende huid hiermee krijgen. Het is te gebruiken dus voordat je je make-up aanbrengt. En het zou gelijk zorgen voor een glow-effect. Nou, die was heel ver te zoeken. Ik heb dit aangebracht. Ik ben sowieso niet heel erg fan van producten op oliebasis. Want het is wel echt heel erg vettig. Ik ga deze even niet swatchen. Want het is ja heel erg vloeibaar. Maar het heeft zo'n pipetje. Dat vind ik altijd al wennen. Als het een pipetje heeft,
Maar laat ik vooropstellen dat je van de glow niks meer terugziet. Ik zag sowieso de glow op mijn gezicht niet. Nadat ik de primer had aangebracht, doe je je foundation eroverheen, is het helemaal weg. En omdat ik het natuurlijk al niet zag, dacht ik al van ja, ik vind dit dan geen toevoeging. Weet je, dan gebruik ik liever een primer die geen gloed heeft of zo. Het spijt me voor het achtergrondgeluid. Iemand die is hier buiten aan het vegen en die klopt zijn bezem af. Terwijl ik nu net deze video opneem. Maar goed, deze, nee, ik vind deze primer gewoon niks toevoegen. En ze hebben ook een hele andere primer. Dat is een matte primer geloof ik. Die vind ik wel heel fijn. Maar deze die vond ik gewoon echt niet fantastisch. Dus die zou ik ook zeker niet aanraden. Dan heb ik weer even twee oogschaduwpaletjes. En deze zijn van Get It Girl. En dit zijn de I Love You to the Moon and Back eyeshadow paletjes. Het zijn kleine oogschaduwpaletjes. Ik heb ze in twee kleuren. Er staat een vrouwtje op met een helmpje op. Voor Mars, denk ik. Of voor de maan en terug. Er zitten vier oogschaduwkleurtjes in. Ik heb hier allereerst het Space Blue kleurtje, variantje. Ik zal even voorlezen wat hij belooft, want hij zegt dus dat het I Love You to the Moon and Back oogschaduwpaletten vier prachtige kleuren heeft voor een natuurlijke uitstraling of voor een knallende party. Hiermee kun je alle kanten op tot de maan en weer terug. Het product is wel dierproefvrij, dat vind ik fantastisch. Hier op de achterkant staat een heel klein plaatje met de kleurtjes die erin zitten. Er zit wel een klein spiegeltje in, dat is wel fijn, maar dit zijn de kleurtjes. Ik ga ze even voor je swatchen, want dan zul je gelijk mijn punt zien. Dit is het. Ik help je graag. Dit zijn de swatches. De kleurtjes. Nou, ik vind ze heel slecht. Hier kun je echt geen knallende look mee maken, als je het mij vraagt. Ik vind de kleuren ook niet heel mooi op elkaar afgestemd, want ik had dus meer blauw tinten verwacht. En dit vind ik toch niet echt passen bij een blue palette. Maar de pigmentatie die was gewoon weer ver te zoeken. En dan denk ik van ja, het is hartstikke leuk. En hè, het ziet er hartstikke leuk uit. Maar die kleuren die zijn gewoon 10 keer niks. En als je dan ook nog eens belooft dat er een party look mee gemaakt kan worden. Nou, ik kan hier niks mee. Dus nee, deze kleuren die vond ik tenminste al niet bij elkaar passen. En de pigmentatie was heel slecht. Nou, datzelfde geldt ook eigenlijk voor deze variant. Dit is het Planet Earth variantje. Hier staan ook de kleuren weer op. Ze hebben ook namen gekregen. Maar als je een rood palette ziet, verwacht je toch ergens ook een rode kleur? Dit zijn de kleurtjes die erin zitten. Het zijn wel een beetje shimmer kleuren. Maar ik ga ze even swatchen. Maar ik denk dat je het al wel kunt raden wat het probleem ook was bij deze variant. Dit. Kijk, deze kleur is op zich nog wel goed, maar die is eigenlijk te licht om een complete look mee te maken. En dan vind je juist dat paarse zou ik leuk vinden en dat valt compleet weg. Je ziet eigenlijk maar, ja, je ziet er gewoon te weinig van. Het pigment is gewoon veel te slecht. En dan, ja, vind ik gewoon super jammer, want het ziet er hartstikke leuk uit. En dan ga je ermee aan de slag en dan wordt er zoveel beloofd. Ik zal eens even kijken of ze trouwens dezelfde belofte deden op deze achterkant. Ja, precies hetzelfde als op het blauwe paletje. Maar nee, pigmentatie van deze paletten is gewoon echt ruk. Dan heb ik een lippenbalsem. En dit is de Coco Loco Taste & Scent lippenbalsem. Nou, op het moment zijn mijn lippen echt onwijs droog. Dus lippenbalsem is mijn grote vriend op het moment. Ik vind het op zich wel grappig, het kokosnootje op de voorkant. Deze lippenbalsem met een heerlijke aroma beschermt en verzorgt jouw lippen de hele dag en overal. Artikel is dierproefvrij, dat is fijn. Hij is trouwens ook van Get It Girl, dat was ik denk ik nog vergeten te zeggen. Je ruikt ook niet echt kokos, het is een hele lichte kokosgeur, maar ik vind meer vanille dan kokos. Nou, dit is dus lippenbalsem. Maar nee, ik kreeg hier geen zachte lippen van. Ik vond de verzorging gewoon niet echt fantastisch. Ik vind hem ook niet heel erg romig. Dus hij brengt ook niet heel makkelijk aan op je vingers en zo. En dan ga je hem smeren. En nee, mijn lippen bleven hier gewoon heel erg droog bij. Dus ik vond dit ook gewoon geen succes. Met wat ik zeg, de kokosgeur is echt heel licht. Op zich vind ik dat niet heel erg. Want ik ben niet een hele grote kokosnoten fan. Maar
Nee, ik vond dit echt vreselijk. Dus geen lippenbalsem die ik fijn vond, helaas. Dan heb ik nog een lippalet en dat is het W7 Lip Explosion Lip Color Palette. En ik vind het palet er zelf wel fantastisch uitzien. Die lipjes op de voorkant, super leuk. Dat donkerroze met dat lichtroze, dat vind ik fantastisch. Op de achterkant zie je ook nog eventjes een plaatje staan met alle lipkleuren waar ook de namen onder staan. Dus op zich vond ik het er heel erg leuk uitzien. In het palet zitten 12 kleurtjes. Je krijgt er ook een dubbele applicator bij. Ik zal even dit beschermlaag hier afhalen, zodat je even kunt zien hoe de kleuren er daadwerkelijk uitzien. Dit zijn de kleuren. Ik moet zeggen, ik vond er een paar echt wel heel erg mooi. Maar dat waren er echt maar een paar. Meer van de kleuren vond ik gewoon niet fantastisch. Ik zal er eventjes een paar voor je opnemen om te swatchen. Er waren er echt een paar heel mooi, maar er waren er ook een paar gewoon zwaar tegenvallend. Kijk, dit soort kleuren zitten er dus in. En op zich zien van deze kleuren het pigment er nog goed uit. De vierde kleur zie ik alleen niet, die ik had geswatcht. Dus er zijn echt wel een paar kleurtjes die wel een hele goede pigmentatie hebben. Het blijft heel kort op je lippen zitten, dus je hebt al heel snel dat je het weer moet bijwerken. Dus dat was al niet fantastisch. En daarnaast, van de 12 kleuren vind ik er maar 4 echt mooi. En dan denk ik van ja, weet je, dan heb je een heel palet waar je eigenlijk 4 kleuren van mooi vindt en de rest vind je dan niet zo fantastisch. Dus dat viel me gewoon heel erg tegen. Nou heb ik dat wel snel hoor met dit soort paletten en ik vind het altijd wel leuk om ze te testen. Maar nee, de kwaliteit viel me toch wel heel erg tegen en dat vind ik wel heel erg jammer. Dan heb ik nog een oogschaduwpalette van Essence en deze komt uit de My Power Is collectie. Dit was een trendeditie, is inmiddels niet meer te koop. Maar ik heb hier een aantal oogschaduwpalettes van getest en eentje die vond ik niet fijn en dat was het Air palette. Het was dit palette, heeft de naam 01 Up in Clouds. Heeft deze kleurtjes erin zitten. Ik vind dit palette zelf wel heel erg leuk vormgegeven. Ze zijn geïnspireerd op sterrenbeelden. Dus als je het paletje ook opent, zie je dus wat voor sterrenbeelden hierbij passen. Dit is allemaal in het Engels, dus ik kan het je niet vertellen. Dus dat weet ik niet. Dit is het paletje. Dit zijn de kleurtjes. Nou. Gaan we weer. De pigmentatie van deze kleurtjes, die was dus echt zo slecht. Want van al die paletten die ik heb getest, die waren eigenlijk heel erg goed. En deze vielen heel zwaar tegen. Waren ook niet op te bouwen. Ik ga er natuurlijk weer even een aantal voor je swatchen, zodat je ook een beetje een idee krijgt. Ook al heb je er helemaal niks meer aan, want de hele collectie is niet meer te koop. Die ging ook echt als broodje over de toonbank. Kijk, je ziet al best wel dat ze vrij licht zijn. Op zich vind ik het pigment met swatchen nog niet eens heel verkeerd. Maar dan ga je er een look mee maken en dan valt dat pigment echt compleet weg. Het is echt, ik kon het opbouwen zoveel ik wou. Het werd gewoon niet mooi. Er kwam gewoon geen mooie ooglook uit. En als ik hem dan vergeleek met de andere paletten die ik ervan heb getest, die waren gewoon fantastisch qua pigment. En dan denk ik van ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi. Maar het R-palette is voor mij gewoon echt heel erg tegengevallen. Dus dat is heel erg jammer. Want ik vind de kleuren die erin zitten wel heel mooi. Maar ja, als ze niet tot hun recht komen, dan houdt het toch al snel een beetje op. Dan ben ik toe aan de 3 laatste producten. Deze komen ook uit een limited editie. Deze komen namelijk uit de Caviar Couch collectie van Catrice. Ik heb allereerst hier een nagellakje. En dit is de C02 Eternal Shine. Het is een vrij nude kleurtje, zoals je kan zien. En heeft een dubbele dop. Ik laat je even het kwastje zien. Want die ziet er zo uit. Op zich een vrij basic kwastje. Niks op aan te merken. Maar de kleur, hij is gewoon te licht. Je krijgt gewoon bijna geen kleur op je nagels. Nee, je ziet er gewoon helemaal niks van. Of in ieder geval te weinig. En ja, ik ben iemand, ik hou van wat fellere kleuren. Dus ik vond het heel erg jammer dat dit lakje eigenlijk niet mooi tot zijn recht kwam. Er zat wel ook nog een hele mooie glittertopcoat bij. Die vond ik fantastisch. Maar nee, dat basislakje, dat vond ik echt vreselijk. Want die is gewoon veel te licht. Dus dat viel heel erg tegen. Ik heb ook nog een Volumizing Lip Booster.
Dit is de C01 Rose Spectacle. Die ziet er zo uit. En ja, ik ben nu de lipboosters wat meer gaan waarderen. Omdat ik inmiddels weet dat het tintelen snel overgaat. Er zit vaak een heel klein beetje menthol in. Waardoor je dus volume op je lippen zou krijgen. Dit is het kwastje. En ja, je ruikt hier heel erg de menthol al in. Het volume geeft hij sowieso niet. Je had geen volume op je lippen. Maar ik vond de kleur gewoon echt ook te matig. Eigenlijk een beetje het kleurtje wat wel een beetje past bij de nagellak. Maar dit is hem. Kijk, ik vind dit gewoon te licht. Ik hou echt van felle kleuren. En nu heb ik hem nog vrij dik aangebracht. Je smeert hem natuurlijk uit. Dus er blijft eigenlijk maar heel weinig kleur over. Vond ik wel heel erg jammer. Want het had wel heel erg leuk kunnen zijn. Ze hebben ook een andere variant uitgebracht. Die had een licht glittertje. Die vond ik wel heel leuk. Die vond ik ook wat te licht om zo te dragen. Maar die zou wel weer heel erg leuk kunnen zijn als topcoat. Maar deze als basiskleur, nee. Dat is gewoon voor mij echt te licht. Ik hou daar niet zo van. En dan ben ik toe aan het allerlaatste product uit, ook uit die collectie. En dit was een van die producten waar ik zoveel verwachting bij had en die dus zo tegenviel. En dat is het oogschaduwpalette. Deze heeft de naam C01 Crystal Collection. Het is een pressed pigment palette. Kijk, de verpakking is gewoon fantastisch. Die kristallen die erop zitten, het maakt me echt onwijs blij. Dat moet ik echt heel eerlijk zeggen. Ik val hier dan voor. Er wordt verder ook niet heel veel omschreven, maar pressed pigment, dan denk je nou, dit gaat wat zijn. Er zit een grote spiegel in en dan zijn dit de kleurtjes. Ik ga even kijken of ik dit ook een beetje op een fatsoenlijke manier eraf krijg. Want anders hebben we er nog niks aan. Heps. Duwt even, maar dan heb je wat. Dit zijn de kleuren. En ik dacht, toen ik dit paletten zag, ja. Met dit paletten ga ik mijn kerstlook maken. Dat wordt leuk. Nee, het werkt niet leuk. Want ze hebben te weinig pigment. Ik vond die glittertjes ook heel erg leuk. Ik zal de glittertjes dus even een beetje oppakken. Nou, ze glitteren iets. Maar dat is het ook. Dus dat waren de glitters. Nou, laat ik je nu even een paar andere kleurtjes zien. En dan kun je zien wat ik dus bedoel met dit pigment. Dit is het. Zie jij vier kleuren? Ik niet. Hier twee, drie. Dat is het. Het pigment van dit palette was zo teleurstellend. En ik vond het zo jammer, want het palette ziet er zo fantastisch uit. En ik dacht echt, nou, dit wordt echt een palette die gaat er uitspringen. En leuk met die glitters. En dan valt het zo tegen. En dat vind ik zo jammer, hè? Want zo'n paletten, het ziet er gewoon fantastisch uit qua kleuren. Ik dacht, nou, dit wordt helemaal leuk. Ik zag het al helemaal voor me. Ja, en het werd niet zo leuk. En dan vind ik het gewoon heel jammer. Want weet je, zo'n paletten ziet er gewoon hartstikke mooi uit. Van binnen en van buiten. En dan valt het je zo erg tegen. Nee, dit was echt wel de grootste teleurstelling van deze twee maanden, want hier had ik zoveel verwachtingen van en die werden niet waargemaakt. Dus helaas. En dan waren dit alweer alle producten die ik niet fijn vond van januari en februari. Ja, ik was hier echt zwaar teleurgesteld in. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij ook een van deze producten hebt getest. Of dat je het bewust niet hebt gedaan. Of misschien heb je een product niet kunnen verkrijgen. Ik weet bijvoorbeeld dat deze collectie van Caviar Couch er heel snel doorheen is gegaan. En dat geldt ook voor deze collectie. Dus misschien ben je uiteindelijk ook wel blij dat je er niks van hebt kunnen aanschaffen. Of tenminste deze kleuren. Ja, ik vind het toch altijd jammer als er natuurlijk producten bij zijn die niet fijn zijn. Maar dat hoort ook een beetje bij het hele gebeuren, want je kunt gewoon helaas niet alles fijn vinden en ja, dan raak je soms gewoon zwaar teleurgesteld, maar ik vind het toch altijd wel fijn om met jullie te delen.
Ik ben wel benieuwd of je misschien toch benieuwd was geweest naar een van deze producten. Of dat jij een van deze producten hebt en dat jij zegt van nou, ik vond dit een hartstikke fijn product. Of ik was hier heel enthousiast over. Mag je natuurlijk ook zeker laten weten bij de comments. Ik vind het ook altijd wel leuk hoe meningen kunnen verschillen soms. Maar voor mij waren dit gewoon weer echt de no-go's voor deze 2 maanden. Ik hoop in ieder geval toch dat je het leuk vond om te zien. Zoals ik al eerder zei, er zijn ook een aantal producten al niet meer te koop. Dat geldt dus ook voor deze. Of je moet hem nog in de salebak tegenkomen. Maar of je hem dan mee wil nemen, dat vraag ik me af. En dat geldt ook voor de trendeditie van Essence en voor Catrice. Maar goed, ik hoop in ieder geval dat je het toch leuk vond om te zien. Ben je nou nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan erop het rondje met mijn gezicht drukken. En op mijn kanaal zelf staat een rode button. Als je daarop klikt, ben je ook gratis geabonneerd. Daarnaast staat ook nog een belletje. En als je daarop klikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. En dan hoef je eigenlijk niks meer te missen. Vond je deze video nou leuk? Zou ik het leuk vinden als je een duimpje omhoog doet? Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!